ARK Natuurontwikkeling en het Wereld Natuurfonds besloten 4 jaar geleden om de ideeën over aanleg van schelpdierbanken in de Noordzee in de praktijk te gaan brengen. Schelpdierbanken was een heel belangrijk element in het systeem in de natuur van de Noordzee. Daar is nu eigenlijk niks van over. Op andere plekken in de wereld kunnen ze laten zien elke hectare schelpdierbank produceert meer vis. We hebben hier natuurlijk geen koraalrif zoals Great Barrier Reef Australië. Maar die schelpdierbanken doen eigenlijk hetzelfde. Dat is een kraamkamer voor vis. Ze hebben iets hards nodig om hun eitjes op vast te zetten. Kunnen andere soorten weer voedsel vinden. Als je wilt werken aan schelpdierbanken stellen, op welke plek doe je dat? Er moeten de juiste omstandigheden zijn. Hier in de Voordelta is een eerste bank gevonden waar de platte oester zit. En dat is echt uniek, want de platte oester, daar werd van gedacht, die is in feite uitgestorven op de Noordzee. Het is eigenlijk een vrij gevoelige soort. Hij produceert veel minder nakomelingen en hij doet aan broedzorg. Dat maakt dus dat voortplanting minder massaal is dan die bijvoorbeeld van de Japanse oester. Op de bestaande oesters en andere schelpen zijn enkele kooien geplaatst met gekweekte oesters om te onderzoeken of ze hier gedijen. We hebben kunnen meten dat ze groeien, dat ze goed in leven blijven, maar we hebben ook kunnen zien dat ze hun voortplantingsorganen produceren. Wat we in die eerdere seizoenen hebben geleerd is dat het kan. En we gaan nu voor het eerst bij de bollen van de oester de kickstart van een schelpdierbank testen. Dat is een zandplaat die het grootste gedeelte van de tijd onder water ligt. We proberen om zo'n bank een handje te helpen, zodat er op een plek waar er nog geen is, we genoeg oesters neerleggen. Hè, wat een net over het randje kan zetten, dat daar iets gaat ontstaan. En we gaan kijken of dat lukt. WNF is dit seizoen bezig om op boven de Waddeneilanden eigenlijk hetzelfde te doen als wat wij hier doen. We varen straks naar een gebied dat heet de Borkumse Stenen. Daar liggen nog oude gletsjerstenen op de bodem. En dat is een heel geschikt gebied om die oesterbanken neer te leggen. De hoofdingrediënten zijn schone oesters zonder ziektes, zonder exotische diersoorten. Verder zien we grote structuren, heel ingenieus zitten die in elkaar, waar maximale hoeveelheid aan schuilplaatsen en holen in zijn voor allerlei dieren. En dan de tafels met de oesters, die zijn ervoor ontworpen dat ze naar de zeebodem kunnen, maar ook weer makkelijk aan boord gehezen worden. In die mandjes zitten oesters die we individueel gaan volgen. We weten precies welke oester waar zit. Er worden 6000 kilo oesters geplaatst. En als die gaan voortplanten en goede larven produceren en die gaan verder op de Noordzee zweven, dan kunnen er toch ook best wel heel spannende dingen gebeuren. Het zou betekenen dat dit gekke experiment, dat misschien wel een goed idee is geweest. We gaan ook een oesterbank aanleggen in Gemini Windmolenpark om te kijken wat kan de functie zijn van zo'n windmolenpark in het herstel van oesterbanken. Mijn droom is dat we uiteindelijk gewoon weer een rijker systeem hebben dan we nu hebben. ARK werkt aan robuuste natuur. In dit project door actief herstel. Op pilotschaal is de aanleg van schelpdierbanken gelukt. Als we dit opschalen en daarna de schelpdierbanken met rust laten, zal dit bijdragen aan een robuustere Noordzeenatuur.